Dit zijn de kaartjes voor de waterman. Voor jullie. Welkom allemaal. Fijn dat jullie zijn. En ik ga... like it. En abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Ik ga werken met kaartjes van Doreen. Engelen en kristallen kaartjes. Vrij nieuwe kaartjes. En de fairy kaartjes. Er zijn twee soorten fairy kaartjes. Maar dit zijn de oudste fairy kaartjes. Ik ga eens even kijken voor jullie, lieve watermannen. Oké, de opaal komt als eerste. Schitter en straal. Je krijgt de leiding om moedig, stoutmoedig te zijn. En de wereld te tonen dat je meer bent dan dat je tot nu toe laat zien. Dus weet... dat je prachtig en machtig bent. Hè? Schitteren en straal. Zie je eigen schoonheid. Mooi. Nou, even kijken. Oh, er komt de malachiet. De malachiet. Dat is volgens mij ook de steen van aartsengel Michael. De steun die je steeds van God ontvangt, verandert wezenlijk. De steun. Je krijgt dus steeds meer steun. En dan zal ik eens even kijken, want ik weet eigenlijk bijna zeker dat dat de steen van aartsengel Michael is. Even kijken hoor. Even zien, waar sta je? Michael... Malachiet. Maakt niet uit. Malachiet zit bij Raphaël. Oké, God heeft genezen. Oké. Ja, het is ook wel groenig. De groen van Raphaël, maar het is blauwgroen, dus ik twijfelde even. Steun, misschien ook met een medisch iets, hè? Of iets te helen van stress of iets dergelijks. Je krijgt dus voorspoed jouw weg op. Maar vraag anders hulp van aartsengel Raphaël. Wauw, opaal malachiet. En dan komt er ook wijn ook nog. Voor je, ik zei al, ontdek je die opaal is al je innerlijke schoonheid. Robijn is natuurlijk prachtig met zegen in je hart. Zoek emotionele en spirituele steun om je van binnen beter te voelen en je gebroken hart te helen. Is het nou zo dat je echt last hebt van dat gebroken hart, hè? Ook van iets medisch of zo. Je kan altijd bij mij langskomen. Of een afspraak op afstand kan ook niet altijd. We gaan eens even kijken wat de fairies ervan zeggen. En de fairies zijn dus ook van het bos, hè? Vakantie. Ga daar vast mee bezig. Hè? Misschien dat je dat toch al wil doen. Maar het gaat ook. Connect met nature. En ga misschien eens gewoon een dagje weg. Of ga eens even daaruit. Maar zie ook die pracht van die vlinder en van de papegaai. En die schoonheid die heb jij ook. Hè? Dat komt er ook even over. Want het gaat om schitteren en straal. En in de vakantie was je misschien wel zo, die stralende persoon. Maar nu, met alles van corona misschien, word je bedolven. Maar nee, laat die pracht weer zien. Breek los. Ja, die voorspoed komt. En dat verandert alles. Dan word je los van die verleden, hoe je het toen gedaan hebt. En dan komt die inner power. Met de maan. Hè? Dus die maangevoeligheid heb je wel. Maar die hartheling met die robijn. En als je dan geheeld wordt, dan krijg je meer kracht. En als je kracht wil hebben, kan je altijd Michael dus vragen. Raphaël kan je vragen voor moed en kracht. Lieve waterman, ik hoop dat ik jullie anders kan helpen. En anders een hele mooie maand vol liefde toegewenst.